Dag, beste moloten, tunnelvisionairs, getrouwe verraders en nachtbrakers. Welkom bij een nieuwe video hier op het kanaal van WIDM TV. Wij moeten praten. En nee, dit wordt niet zo'n zielige video waarin ik aangeef dat ik ga stoppen of zo. Ik loop echter wel vaak tegen. Ja, tegen mijn plafond aanmerk ik, figuurlijk dan natuurlijk niet zo letterlijk. Van begin januari tot en met half mei maak ik wekelijks drie tot vijf video's over wie is de mol en over de mol, en daar gaat ja extreem veel tijd, aandacht en natuurlijk ook heel veel liefde in zitten. Ik zou het natuurlijk niet doen als ik het niet leuk vond, maar ik merk dat zodra die twee programma's klaar zijn, ik een beetje in een gat val hier op mijn kanaal. En verder wordt het, hoe langer ik met het kanaal bezig ben, steeds, uh, ja, steeds moeilijker te combineren in dat eerste half jaar met werk dat ik ook gewoon moet uitvoeren om ja, hier thuis de rekeningen te kunnen betalen. Wat ik net al zei, uh, ik val de tweede helft van het jaar meestal in een gat. En nu ben ik met Corné samen gestart met de podcast Kijkbuiskinderen, waarin we tot nu toe enkel de verraders besproken hebben. Gezien het doel van dat programma, de Verraders, in dezelfde lijn ligt als Wie is de Mol? En de Mol heb ik dat natuurlijk gewoon hier op WDM-TV uitgezonden. Hoewel dat uh, logischerwijs ja, iets minder kijkers trekt dan mijn normale video's over WDM en over de Mol, heb ik er ontzettend veel en vooral ook heel veel uh, leuke en lieve reacties over uh, mogen ontvangen van jullie. Dus Cornee en ik zullen hier op WDM-TV. In ieder geval doorgaan met kijkbuiskinderen. Het eerstvolgende programma dat wij nu gaan bespreken en bekijken, dat is het onbekende. Dat komt in de plaats voor de verraders en is ook van dezelfde bedenkers als de verraders. Dus daar zijn we in ieder geval heel benieuwd naar. Verder heb ik jullie in wat livestreams over wie is de mol dit jaar verteld over wat plannen de komende tijd. Zo gaf ik dus aan dat ik moldagen wilde gaan organiseren waarbij jij met vijf andere kandidaten één dag lang op zoek kunt gaan naar de mol in jullie midden. Wil jij daarvan op de hoogte blijven en wil jij je daarvoor aanmelden zodra ik daar data voor beschikbaar heb? Vul dan eventjes het formulier in de beschrijving in daarvoor. Verder ben ik met een ontzettend fijn en een ontzettend hardwerkend team bezig met een eigen spelprogramma. Targets, heb ik het ook al wel een keer over gehad. Over ongeveer anderhalve ja, tot twee maanden zullen we daar een teaser voor gaan uitbrengen. En iets later zal er een trailer daarvan verschijnen. We hebben data geprikt in de zomer van 2024 om het eerste seizoen daarvan te gaan filmen. Volgend jaar zomer dus. En dat zou dan in de tweede helft van 2025 hier op het kanaal komen te staan. En ik kan je alvast vertellen, ja, dat wordt best wel episch. In vergelijking met bijvoorbeeld uh, Wie is de Mol-weken en weekenden die ik heb georganiseerd en die ik gefilmd heb, zullen we bij Targets niet op een scouting als thuisbasis terechtkomen, maar wordt het allemaal, uh, nou ja, een stuk, hoe zullen we het eens noemen, een stuk luxer aangepakt. Mocht jij daarin geïnteresseerd zijn in Targets, vul dan even het formulier daarvoor in. Die link vind je ook in de beschrijving. Verder, om de finale van het 11e seizoen van De Mol te vieren, 11% korting op mijn shop op www.widm.tv met de code Seizoen11. En als laatste wil ik nog wat kleine dingetjes zeggen, jij daar. Echt bijzonder bedankt voor al jouw reacties. Al die video's die je van me kijkt en alle lieve en leuke woorden. Of dat nu via hier was in de reacties of via Instagram of via mailtjes die je me hebt gestuurd. Ik geniet daar oprecht echt vol van. Ik kan nooit op alles reageren, maar door reacties hier in ieder geval een hartje te geven, geef ik altijd aan dat ik je hele reactie gelezen heb. En dan als aller, allerlaatste nog eventjes dit. Ik zou het ontzettend te gek vinden om volgend jaar tijdens Wie is de Mol? Van januari tot en met maart. door de weeks dagelijks een video te kunnen maken. Ja, daarvoor zou ik dan dus wel moeten stoppen met werken. in die maanden in ieder geval. Ik verdien met YouTube in die maanden. ja, een leuk zakcentje. een leuk extraatje eigenlijk. Maar dat extraatje staat helaas nooit in verhouding tot de tijd die ik erin moet steken. En dat is natuurlijk helemaal niet erg. Uh, maar dat betekent dat ik die stap in ieder geval niet zou kunnen zetten. Zou jij bereid zijn om in die drie maanden via bijvoorbeeld Patreon lid te worden van mijn kanaal? Waarbij je dus naast mij steunen om dagelijks een video te maken in die maanden, jij dan ook extra's krijgt. Zoals bijvoorbeeld het samen live kijken van wie is de mol uh, via een livestream hier op het kanaal. Laat me dat eventjes weten in een comment onder deze video, dan ga ik daar namelijk serieus over nadenken. Ik hoop dat als je hier enkel voor wie is de mol en voor de mol bent, je gewoon abonnee zult blijven, gezien dat nog steeds de meeste content hier zal zijn op een jaar. Maar ik vind ja, video's maken gewoon te leuk om dat een half jaar lang in de tweede helft van het jaar niet te doen. Dank voor het kijken en fijn dat ik mijn verhaal op deze manier even heb kunnen doen. Jullie zien me natuurlijk morgen weer voor een video over de ontknoping van de mol. Alvast heel veel kijkplezier. En jullie zien me dinsdag samen met Corné voor onze nabespreking over de verradersfinale. Hoho, oh, dat was er een. Abonneer mocht je dat nog niet gedaan hebben. En heel erg graag tot de volgende video. Doei doei! doei. <laughs>